En dan gaan we verder en dan gaan we kijken wat als je een vierkant apparaat wil ontwerpen. En dan is het veel makkelijker. Want de rechte lijnen kan je redelijk makkelijk schetsen, ja? En in dit geval probeer niet 25 keer een lijn overheen schetsen. Maar bijvoorbeeld 2 keer is genoeg. Want anders zijn de randen niet strak genoeg. Stel je voor dat dit wordt je apparaat. En dan ga ik iets geks bedenken. En in dit geval, deze kant wordt de display. En hier heb ik een soort van rand met toetsen. Ja? En dan, ja, dan zou ik ook een beetje afronden. Ja, dan ga ik achteraf de afrondingen toevoegen. En dan zie je dat het veel makkelijker is om iets, ja, vierhoekigs te tekenen. Met de losse pols. Ja. Yep. En dan in dit geval kunnen we ook een zo'n abstracte schaduw maken. En dan lijkt het alsof het zo aan de rand zou staan. En wat we ook gaan doen met de C3, gaan we eerst door de buitenranden heen. En ga je... Want je moet altijd opletten dat je niet probeert heel langzaam de rand te tekenen. Dat is niet zo erg als het een beetje naast ligt. De dynamiek is belangrijker. En zoals je, ja, als je aan het poelen bent, ga je eerst ook je hand heen en weer bewegen. En je ziet dat het gaat lekkerder zonder weerstand. Dan 1 keer teken je zo de lijn. Als je kijkt naar de YouTube filmpjes, dan zie je altijd dat... Dit is de handbeweging altijd. Iedereen die schetst, die probeert zo'n vlotte losse lijnen... in een structuur op elkaar bouwen, ja? Je gaat nooit proberen een heel ingewikkelde lijnen te tekenen, oké. Okay. Ja, en dan laten we voorstellen dat dit wordt dan... ja, vaak weet je niet, nou, hoe weet ik, nu mooie tekening, ik wil dat niet helemaal fout maken aan verkeerd inkleuren, dus kan je hier een beetje uitproberen in het klein. Wat als ik het hier... Met die kleur een beetje zo inkleuren. Dit lijkt me echt gewoon heel cool. Ja? Dus ik ga gewoon hier een soort van proefje maken. En dan moet ik alleen maar dit ongeveer daar opnieuw tekenen. Dan weet ik precies wat ik aan het doen ben. En in dit geval, als je hebt een beetje uitgedrukte marker, werkt het veel beter om een display zo'n kleurovergangen te maken. Oké, en dan eigenlijk hier voor die zijtoetsen, dan ga ik hier ook een tintje maken. Maar ik probeer hier weer, kijk, een lichtrandje te houden. En die zorgt ervoor dat je hebt, ja, waar twee onderdelen naar elkaar koppelen. Dan heb je altijd een paar tiende millimeter afronding. Dat kan je daarmee heel mooi suggereren, een soort van, ja? Oké, en ja, dat is best aardig geworden. En dan ja, kunnen we hier zeggen dat die display kan ook weergeven welke dag is het vandaag. Dus dit wordt hier dan maandag. Staat op het display. En dan hier weer. -19 graden. Ja, misschien kunnen jullie die iets creatiever bedenken. Maar ja, ik doe iets simpels altijd. Ja, en dan dit zo bijvoorbeeld een plus, min. Zullen we zoiets doen? Nou, wie weet het. Nou, we zetten iets op, ja? Dat het een beetje... Doet een plus en een min. Ja, dat moet eigenlijk omgekeerd, hè? Het is een beetje gek als je de min boven de plus zet. Maar ja, zo is het geworden. En hier maken we een aan uit. Hoe teken je zo'n aan uit? Is zoiets, toch? Ja. Oké, okay, ja, zie je, dan ziet het meteen eruit als een leuk apparaatje. En eigenlijk, ik heb hier heel veel van dezelfde tint. Ik ga hier de onderkant nog donkerder maken.
En dan, ja, dan heb je nog mooiere contrast, ja? En dan hier zou je eventueel hier aan de zijkant een zijkant zijaanzicht kunnen projecteren. Ja? Dat is het ook altijd mooi als je de constructielijnen een beetje behoudt. Ja? Stel je voor dat dit is ook een beetje dikker apparaat. En dan ga ik dus dat trucje doen zoals vorige keer. Dat ik maak eigenlijk. En dan hou ik het hier een beetje vierkant. Ja. Dat ik maak het hier een soort van. Dunner aan de achterkant. Dus de voorkant is iets breder en daarna iets minder. En dan ga ik weer door de randen heen met C3, 2, 3. Yep. Oké. En in dit geval, dit wordt dan een veel langere overgang. En hier heb ik een afronding. Dus het is handig als ik daar bij de afronding een beetje, want dit is de afronding daar, ja. Het komt eigenlijk ergens hier uit als je dat zo projecteren. Als ik het daar lichter houd, want dan heb je een beetje de indruk dat het daar afgerond is. En de overgang is iets zachter dan bij een ronde apparaat. Of wat ook kan, dat ik ga toch door, want dit is eigenlijk de onderkant. En wanneer die droog is, dan zet ik hier een donkere tweede laag overheen. En dit geeft je een beetje het gevoel dat het daar afgerond is, ja? Je kan ook eventueel met heel lichte kleur de afronding daar over projecteren. En dan dit wordt dan de display maken we iets veel donkerder, ja? Oké. En dan hier hebben we nog de toetsen. Die kunnen we ook nog vaak een beetje projecteren. Die komt daar, die komt daar. En dan zetten we hier net een puntje bij. Dat het lijkt op een ja, toetsachtig, ja? En nou, dan heb je een mooie vierkante apparaat geschetst bijvoorbeeld, ja?